Ja, ik woon al 25 jaar in Afrika, in Zuid-Afrika. De eetcultuur is enorm natuurlijk, ook in een evolutie gekomen in de laatste 25 jaar. Nou, er zijn zulke mooie producten van vlees. Het wild is echt geweldig. Ik heb een relatie met een man met een wildpark. En 2 weken van tevoren spreken we af wat voor wild er geschoten gaat worden. En dat kan van alles zijn. Dat is soms lechwe, dat is ook een antiloop. Het is meestal een soort van antiloop, wilde beest. Tuurlijk springbok, maar dat gebruiken we eigenlijk zeer weinig. Het is hartebeest en eland. En dan spreken we af wat er gaat komen. En dan krijg ik meestal 6 hele ruggen van die antilopen krijg ik binnen. En die hangen we dan zelf. We hebben een soort rijpingskoeling. En dan hangen we daar 2 weken. En dan halen we de mooie entrecote en de filet halen we er vanaf. En dan wegen we het en dan stuur ik een e-mail en zeg ik, nou, dat is het gewicht. En dan krijg ik vervolgens een factuur. Dus het heeft heel erg met vertrouwen te maken. Dus je maakt echt wel een band met mensen die bepaalde dingen groeien. En ook in het dorp zelf. Ja, dan is er iemand die hele mooie besjes heeft en die komt dat dan brengen aan de achterdeur. Of die bellen en zegt, nou, het is weer rijp. Of hele mooie vijgen uit 1 boom. Er zijn prachtige kippen en mooie eend. Dus het eigenlijk is alles er. Ik gebruik ook niets uit Europa eigenlijk. Ik breng het allemaal uit de omgeving, maar ook uit Namibië. En Madagaskar gebruiken we die producten, zodat je echt Afrika meemaakt als je bij mij eet. Ik denk ook echt wel dat in de laatste jaren in Nederland ook het regionale en de trots van het Nederlandse product heel erg in opmars is gekomen. Ik denk niet dat dat heel recent is, dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk. Maar ook met hele mooie producten uit Nederland en vaak ook natuurlijk dichterbij. Waar een restaurant is, dat ze echt regionaal bezig zijn. Ik moet zeggen dat ik altijd heel erg blij word van mijn moeders groentesoep. En dat weet ze ook, maar dat is natuurlijk heel erg nostalgie. Ik merk wel dat hier in Nederland dat je waanzinnige vis- en schelvisproducten kunt verkrijgen. Die dan niet alleen uit Nederland, natuurlijk ook uit Scandinavië. En dat is bij ons lastiger. Dan moet dat wel geïmporteerd worden. Dus heel veel van onze vis gaat eigenlijk naar Europa. Hè? Dus bij ons is dat nog iets wat je wel heel erg moet vragen aan de visboer. Wat heb je vandaag? Ik kan niet een lijstje geven en zeggen bestel dat allemaal. Maar dat maakt het ook weer spannender en creatiever. Je moet echt wel meegaan in de seizoenen en de tijden van het jaar. Op een gegeven moment is het gewoon op. Dan is het er niet, dan is het er niet. Dus dan moet je met de dingen aan de gang die er wel zijn.